Meneer de minister, toen ik u begin januari, naar aanleiding van een aantal gewelddadige incidenten met transmigranten op snelwegparkings heb ondervraagd, kondigde u uw actieplan aan met onder andere bewaking op die snelwegparkings. We zijn nu 3 maanden verder, maar de problemen zijn niet echt opgelost, integendeel. De Brugse procureur, Frank de Meester, die waarschuwde de voorbije weken al dat er opnieuw een toename is van de problemen met transmigranten op snelwegparkings. En zowel politie als parket heeft de afgelopen weken al moeten opmerken dat de transmigranten daarbij altijd maar agressiever worden. Wat als deze agressie vroeg of laat gewonden, zwaar gewonden, misschien zelfs doden, zal veroorzaken bij politie, bij die bewakingsagenten of bij havenarbeiders. Want meneer de minister, deze week werd een bewakingsagent en een havenarbeider in Zeebrugge met stenen bekogeld, niet met kleine steentjes, maar met zware kasseien, door 4 illegalen die over de omheining wilden klimmen. Enkele dagen voordien werden 2 privébewakers op de snelwegparking in Rotselaar 's nachts aangevallen door een hele groep illegalen die met stokken hun wagen hebben kapotgeslagen. Tegelijkertijd, of vlak voor die aanval, waren een aantal pogingen tot en een aantal inbraken op andere snelwegparkings. Die van Peuty, die van Heverlee, die van Everberg. Allicht opgezet spel om die bewaking weg te lokken van de parkings waar die illegalen op de vrachtwagens moeten geraken. Dus die mensensmokkelaars zijn bijzonder goed georganiseerd. En mijn vraag aan u is, meneer de minister, hoeveel van die goed georganiseerde bendes er al zijn opgerold sinds uw actieplan? En wat u denkt van een apart gesloten centrum voor transmigranten aan de zeehavens? Er zijn in 2016 wel geteld 1,8% van de opgepakte transmigranten effectief teruggestuurd. Dus drastisch middelen bijsteken voor dat terugkeerbeleid lijkt mij wel noodzakelijk. Onlangs, een goede maand geleden, op 13 februari, starten we ook met de bewaking van de snelwegparkings via de privébewakingsfirma's. En we hebben gemerkt dat het gebruik van honden bij die bewakingsdienst door die beveiligingsagenten, dat een positief effect heeft op de agressiviteit. Voor alle duidelijkheid, dat vermindert de agressiviteit. Dat bedoel ik met positief effect op de agressiviteit. Meneer de minister, 2 elementen. U zegt dat die honden een goede beslissing zijn, dat de agressie zou doen afnemen. De politie, parket zeggen juist dat die agressie toeneemt. Die honden, privébewakers die werden aangevallen vorige week in Rotselaar, hadden wel degelijk honden bij. Tegen de agressie heeft het niet geholpen. Een wagen werd kort en klein geslagen, maar het heeft gelukkig wel voor de veiligheid van een eigen persoon gezorgd dat ze honden bij hadden. Nu, u spreekt over een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak, maar er is 1 grote Achilleshiel. U kan mij... Ik ben niet onder de indruk van de cijfers van het aantal geïntercepteerden als ik weet dat daar 1,8% effectief van wordt teruggestuurd. Die politiemensen, al die op risico van eigen veiligheid, die mogen zoveel transmigranten oppakken als zij willen. Als die nadien weer gewoon terug mogen rondlopen, dan blijft dat dweilen met de kraan open. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag voor dat extra gesloten centrum aan de zeehavens in Zeebrugge, want het is juist voor die gedwongen terugkeer dat er drastisch middelen moeten bijkomen.